Yo mensen, wat is up? Marketer Hardijns hier. En jullie vragen je vast al, waarom heb ik 2 dagen niet geüpload? Of je vraagt je niet af. Ja, maar ik heb eigenlijk niet echt een reden. Ik was niet echt vrolijk genoeg of zo. En anders klink ik net zoals ik heel 2014 klonk. En geloof me, dat wil je niet hebben. Dus, ik mag nu weer een nieuwe draft doen. Want als je de vorige aflevering niet hebt gezien, dan moet je dat nu even doen. Ik ga 4-3-2-1, want ik speelde afgelopen met informatie in die fucking OP. Dus, aanvoerder is best wel oké, moet ik zeggen. Ik ga voor spits, Suarez, want Ronaldo krijg je nog vaak zat waarschijnlijk. Dus ik geloof het gewoon wel. Sowieso is dit gewoon... Kijk, zie je? Ik krijg 96 Ronaldo. Waarom zou ik dat 93 genomen hebben? Maar oké, Messi nu voor het... Oh. Lekker hoor. Kijk, dit is gewoon nu al, sowieso nu al geslaagd. 4-3-2-1 zit je gewoon altijd goed mee. Dat zeg ik en dan krijg ik niks dat me helpt. Dus dat is niet heel handig. We gaan wel voor Fernandinho. Kijk, dit is gewoon een goed begin. Weet je, mijn aanval is in ieder geval on point. Ja, ik zie dat Rakitic is gewoon goed. Prima. En dan... ja, dit wordt awkward. Maar goed, we hebben nog steeds Schweinsteiger. We hebben nog steeds... Het is wel goed. Oh, wat? Allemaal linksbacks. Wie fuck? Ja, niemand, ik heb echt niemand... Ik heb niks hier aan. Helemaal niks. We gaan voor Kurzawa. Gewoon voor Kurzawa. Dat is gewoon de beste optie. Van al die spelers. Kijk, nu moet ik dus uit principe gewoon Kolo Touré nemen. En niks mis met Kolo Touré. Als het niet Kolo Touré was. Wel voor Mathieu, want die linkt goed met Rakitic. Dus gaan we op die manier weer door. Eigenlijk wil ik Kasparbas nemen. Gewoon voor het idee, gewoon om te proberen. Ik weet dat hij niet geweldig linkt, maar dat had Danilo ook niet gedaan. Dus dat maakt niet uit. In vorm Navas of... Ja, we gaan voor Asenjo. Laten we eerlijk zijn, dat is waarschijnlijk de beste keuze. En trouwens, iedereen die zei dat de bank gewoon eerst moet, dat is sowieso een slechte keuze. Oké, Bravo op de bank. Dat gaat zometeen sowieso onze eerste keeper worden. Dan hebben we nog Angel Rangel. Wat is dat überhaupt voor naam? Angel Rangel. Zie je het voor je dat je moeder je zo noemt? Althans, ja, ik weet niet dat ze moeder hem zo noemt natuurlijk. Hallo. Oké, guys, dit is wat ik ervan weet te maken. Ik bespaarde jullie de bank omdat, ja, dus dat niet het meest interessante speel tussen. Maar ik heb een full, dat was bijna full BVH die we gemaakt. Ja, ik heb hem erin voor goede chemistry redenen. Dus dit is waar ik mee moet doen. Tot nu toe, wacht, misschien kan ik er... Nee, wacht, dat is eigenlijk... Het is niet eens... Oh nee, natuurlijk niet, want die link niet meer uit. Dus zo, laat maar. Dit is dus het team wat we gaan doen. Ik heb nog een bank die best wel goed is. Met Neymar heb ik er nog bij gekregen. Inform Gervinho, bespaar me de grappen. En prima, derde inform Mahrez al. Dat gaat er veel te hard met die gast boven u. Ja, en dit is gewoon, dit laat ik voor wat het is. Kurzawa heb ik niet nodig, want wie wisselt nou zo'n linksback? Dus ja, dit ga ik doen en dan zie ik jullie zo meteen bij mijn eerste game. Oké, guys, we hebben een tegenstander. Hij heeft een logo waarvan ik niet weet wat het is. Hij heeft wel een sick shirt met die fucking palmboom erop. Dan moet ik hem nageven. Daar ben ik wel een beetje jelly op. Maar we gaan het zien. Oh, hij heeft een full... Nee, hij heeft geen full BP altijd. Hij heeft wel Record Breaker Vardy, wat op zich wel sick is. Best wel goed team eigenlijk. Alleen 4-5-1 is geloof ik echt shit, dus... We gaan hem gewoon breken, jongens. Doen we gewoon. Nadeel is wel dat ik hier buiten net weer ambulance hoorde als een motherfucker. Wat betekent dat Alfred internationaal nieuws gaat halen. Omdat er weer eens een ongeluk gebeurd is waarschijnlijk. Want altijd als je hier langer hoort dan een minuut, dan is er een ramp gebeurd. Oké, hij komt door. Dat zou niet zo... Oh, nee. Oh, fuck's sake. Hij sweat hem al bij zijn eerste kans van de wedstrijd. Wat ik hem op zich niet kwalijk neem natuurlijk. Ik zou hetzelfde gedaan hebben. Maar ja, het is wel kut. Het is gewoon echt heel kut. Oké, tweede poging met Kriegoverjak. Eens kijken. Oh, dit is een mooi bal. Ja. Ja, zo makkelijk is het als je Messi in je team hebt. Je geeft gewoon één bal de 16 in. Gewoon, serieus, dit is zo makkelijk als dit. Pak hem op, geef die steekpaas. Messi loopt natuurlijk perfect diep, want het is fucking Messi. En hij scoort. Oké, balletje op Krijgoffer. En je weet wat gaat gebeuren nu, want ik heb geen één aanvaller die een slechte run maakt. En daarom gaat Suarez hier nu diep. En hij scoort de 2-0. Het is fucking Suarez, waarom twijfel ik überhaupt? Overigens, als je hier een like zet bij achter, dat is super awesome. 37 likes moet zeker te halen zijn. Waarom 37? Omdat 37 een prachtig getal is. Discrimineer niet. Dus ja, ik sta 2-1 voor. En 37 likes. Oké, hij komt door met Jamie Vardy, jongens. Dus nu wordt het... Nu wordt het nerveus. Waarom krijg ik een penalty daarvoor tegen? Waarom krijg ik daarvoor een penalty tegen? Dat slaat helemaal nergens op. Ik begrijp dat ik... Nee, het slaat nergens op. Nou, hij gaat hem ook nog eens nemen in het record breaker. Vardy, chat shit, get banged. Het antwoord is... Oh, hij houdt de penalty. Ik kan het ook. Prima, geen enkel probleem. Nou, dan is het wel de bedoeling dat hij niet, zeg maar, nu alsnog scoort. Zie je wel? Doen we. En dan ben ik weer door met Ronaldo. En ik krijg weer een penalty. Ik weet niet eens of ik door was met Ronaldo of dat Suarez was. Maar dat maakt niet uit, want ik krijg een nieuwe penalty. En dit keer ga ik hem niet nemen met Ronaldo, want dat ging de vorige keer niet heel goed. Dus we nemen hem met Messi, die een geschiedenis heeft van penalties missen. Dus je raadt het al, met Messi gaan we hem rechtsboven schieten. En... Oh, hij zit. Ik zweer het je, ik dacht even dat hij misging. Maar natuurlijk niet.
Hij zit, 3-1. Oh, oh Neymar. Oh, mag ik in één keer doorlopen? Schipper, mag ik in één keer doorlopen, ja of nee? Oh, oh ja, dit moet hem zijn. Dan, dit moet hem zijn, ja. En we zijn op het scorebord. Helemaal prima. Sowieso is Neymar gewoon echt veel te goed in deze game. Net als gewoon heel die voorhoede van Barcelona. Dus ja, 4-1. Ik verwacht een rage quit. Oké, jongens, we hebben de bal nog een keer. We hebben al bijna een vol Barcelona team in de basis staan. Althans, kijk naar wat we zeg maar hebben. Dus ja, ook nog 5-1 door fucking Luis Suarez. Echt, mijn hele aanval is gewoon te goed. Ik ga deze draft gewoon winnen. Gewoon echt alle vier die games. Oké, hij trapt hem nu naar zijn keeper. Hij gaat echt fucking sneu doen, joh. Dit is echt zo zielig. Dus ja, ik weet niet wat hij aan het doen is met zijn leven. Oké, nou, schiet maar. En score, oké. Raar tegenstander dit. Nou, we hebben de bal nog een keer, jongens. Dus we passen hem weer op Nolito. Oh, Nolito heb ik nog niet meer gescoord. Dus dat zou op zich wel... dat zou wel leuk zijn. Nou, kijken of we het kunnen doen. Ja, nou, Nolito, 8-1. Ik kan niet gemotiveerd worden voor dit soort tegenstand. Weet je, we doen mijn tijd. Nou, mensen, het is eindelijk voorbij. Deze roos is klaar met zijn tijd en mijn tijd verdoen. Dus de game is gewoon voorbij. MSN is ieder lid 2 keer op het scorebord gekomen. Ronaldo heeft niet gescoord uiteindelijk, maar dat maakt ook echt geen bal uit. Ik bedoel, ik score nog wel met hem in de volgende game of zo, hopelijk. Dus ja, ik zie jullie wel bij game 2. Oké, jongens, we hebben een tegenstander. Hij heeft weer dat prachtige palmboom shirt. En daarnaast heeft zijn team 74... Jezus Christus, dit ziet er echt niet uit. Dit ziet er echt niet uit, maar... Hij heeft wel een goed BBVA aan het middenveld. Die verdediging is echt all over the place. Maar hij heeft wel echt een paar goede spelers, dus... Ik ga hem niet onderschatten. Oké, ik heb de bal nu eindelijk, hè. Ik heb de bal nu eindelijk weer met Suarez. Eindelijk. Ik weet niet wat het is tegen deze man tot nu toe, maar ik heb echt al 4 keer op doel geschoten of zo en ik heb telkens niet kunnen scoren. Dat lijkt een heel simpel iets als je dit kans creëert, maar het is zo irritant. God, hij komt er nu zo hard door. Dit wordt echt... Ik voelde gewoon al toen ik die bal zag, dit wordt zo'n ace goal. Ah. Gaat hij me shushen en nog steeds dat ding doen van ik kan je niet horen. Dit is gewoon echt... Ik ga alleen maar zweten nu tegen deze man. Alleen maar zweten. Althans, ik weet natuurlijk wel, maar ik bedoel, het gaat niet allemaal niet heel goed. Ah, penalty. Nee, hoe is dat geen penalty? Oké, ik heb de bal. Ik heb de bal. Ik ga eindelijk scoren. Oh, het is de 70ste minuut nu. En ik begon serieus al half gestoord te worden van het feit dat ik elke keer niet scoorde. Het is echt ongelooflijk. Maar ik zet 2-1 voor, dus iets minder klagen nu. Oké, ik heb de bal, jongens. Ik heb de bal en ik ga gelijk... Scoren. Ik score met Neymar. En dan vraag je af, je geeft assist met Suarez. Ronaldo staat er ook nog in. Ja, ik heb Messi gewisseld. Ja, ik weet het. Maar hij raakte echt geen bal goed. Zeg maar de categorie narsing van mijn team. En ik score nu 3-1. Ik had hem eigenlijk moeten shushen, deze gast. I know. Maar ik bespaarde hem. Oké, guys. Het is voorbij. We hebben 3-1 gewonnen. Het had makkelijker kunnen zijn als ik gewoon wat beter mijn kansen af had gemaakt. Maar ik ben er tevreden mee. We hebben nu 2 games op rij gewonnen natuurlijk. Dus je ziet het nu ook. Ja, zie je? 2 wins nu. Hopelijk win ik die halve finale ook. En dan kan ik gewoon voor de 2e keer op rij die draft winnen. Dat zou mijn 1e keer zijn dit jaar. Oké, guys. Geloof het of niet. Maar na ongeveer 1.5 uur sinds die 2e game. Heb ik een gozer gevonden. Die zomaar een Excelsior logo heeft. Waarom? Maar hij heeft 93 teamgeest. Een heel goed team. Op heel random. Inler en Özil. Die eigenlijk echt alle linkse wat verpesten. Dus ja. Ik weet niet wat ik hiervan moet verwachten. Oké, aan de bal met Krijoviak. En je weet wat dat betekent. Elke bal op Ronaldo. Oh, de turn. Common skill dynasty. Oh, no. Oh, die zit er best lekker in hoor. Skill dynasty jongens, ik zeg het je. Oh, kijk. Oh, die stop en die turn. Dat was vies jongens. Dit is compilatie goal achter het spul. Oh, mijn god. Ik zat dus niet op te letten, want ik dacht dit wordt gewoon zeg maar een beetje zo'n doodnormale kans. En Krijoviak met zijn rechterbeen, wat ook nog zijn slechte voet is. Kijk hoe hij die bal erin prikt, joh. Echt ongelooflijk. Oké, jongens, we komen weer door met Nolito. Ik moet zeggen, Nolito, behoorlijke beast tot nu toe. Oh, echt een behoorlijke beast. Ik denk dat dit serieus wel een rage quit kan worden, want deze gozer creëert echt geen zak. Oké, we komen weer door, jongens, met Ronaldo. Komt-ie dan hoor. Oh, wat zit hier strak in, hè? 96 Ronaldo, wat verwacht je ook anders, maar... deze man is zo kansloos. Nou jongens, hij drukt op start en hij rage quit. Hij is in de pocket hoor, de halve finale verwacht je toch wel wat tegenstand. Maar nee, we pakken hem gewoon aan. We winnen met 4-0 na 32 minuten en 39 seconden. Daar was ik persoonlijk wel tevreden mee. En dan tijd voor die finale. Oké, guys, we hebben een nieuwe tegenstander. Ja, het lijkt wat lichter. Het is nu inderdaad een andere dag. Het was gisteren zaterdag. Het is welke dag nu? Zondag, dat klopt. Jij bent slim. En inderdaad, onze tegenstander heeft een best goed team. Hij heeft een heel vreemde... Ja, Di Maria is allemaal random op rechts voor. Maar voor de rest heeft hij volgens mij best veel spelers op goede cam. Althans, niet iedereen een perfecte, maar... Ik ben benieuwd hoe goed hij is. Oké, we gaan de vrije trap nemen, jongens. Maar we gaan hem pasen.
In de hoop dat dit werkt. Oh, hij laat me... Oh, penalty. Ja! Penalty in de 15e minuut. Lekker. Oké, Penaldo. Penaldo achter de bal, jongens. Hopelijk vervloek ik mezelf nu niet. En nee hoor, we doen het. Ronaldo in de 6e minuut met de eerste goal. Oké, Nolito, hè. Nolito voor de counter. Oh, pas hem op tijd, alsjeblieft. Doe iets goed, Nolito. Oh, deze pas. Deze pas op Suarez. Deze moet hem zijn, deze moet hem zijn. Oh, yes. Ah, 2-0. Ah, lekker. Want deze gast, hij is niet zo heel slecht op zich. Maar daarom is zijn 2-0 gewoon extra goed. Oké, guys, tweede draft op rij die we weten te winnen. We hadden ongeveer evenveel schoten. Hij had 6 schoten, 6 op doel. Hij had 9 schoten, 6 op doel. Ja, het is best wel prima eigenlijk, weet je. Het was gewoon een van de simpelste drafts die ik had kunnen hebben tot nu toe. Zoals je gaat zien, 4 wins op rij. En we zien wat we voor packs we krijgen. We krijgen een trommelroep. Volgens mij is dit echt heel erg shit. Oké, pack 1 wordt een... Oh mijn god, Carrick. En Wellington. Ik word er bijna ziek van. Nou, mijn tweede 5k pack, jongens. Laten we zien hoe blij we hiervan worden. Het wordt weer een non-rare. Het wordt Nolito. De normale Nolito. En Arnold. Hey Arnold. Nou jongens, hier komt het. Ik ga dus niet eens 15k in totaal krijgen waarschijnlijk. Nope. Drogba. Tarishu. En Cavanda. Echt heerlijk. Nou jongens, mijn laatste pack van de draft. Nu wordt het feest echt. Oh, Selçuk Inan, jongens. Oh, en Briand. En González. Oh, en Alsoma. Echt ongelooflijk dit, jongens. Ik ben hartstikke blij. En zoals geregeld natuurlijk ook is, mag ik nog 4 packs omdat ik 4 games gewonnen heb in de draft. Je zou zeggen, waarom open je geen 25k packs? Dat zijn dus de shit dingen die ik net kreeg. Nou, hoef ik niet nog een keer. Dan open ik liever gewoon 4 15k packs. Ja, ze kost ook wel wat, maar dit wordt sowieso meer mijn geld. Want nu heb ik... Ja, Huntelaar. Ik heb wel Cedric en die is vrij goed. En de Snake. Dus ja. Oké, tweede 15k pack, jongens. Tweede 15k pack. Dit wordt sowieso beter dan ik in mijn draft heb. Dit vind ik nu al bijna beter dan ik in mijn draft heb, want... Ja, weet je. Hij heeft wel ooit een hat-trick gescoord in de Champions League. Oké, derde pakket en het wordt... Sabaleta. Ja. Ja, wat moet je ermee? Het is wel een paar upgrades. Kijk, TOT is ook wel handig. En... nee, hij niet. Maar ik moet er blij mee zijn, I guess. Oké, vierde en laatste pack. En het wordt een non-rare. Het wordt Shirokov, natuurlijk. En nog Harnik. En slechte rest midden. En nog Martinez. Ward. Ja, een interspeler. Woehoe. Ja, niet een geweldige packs. Nou mensen, dit was weer voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie hebben genoten. De video is natuurlijk weer vrij lang, want dat krijg je als je een hele draft in één keer in een video doet. Maar ja, ik dank je voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende video. Ciao.